Phasmophobia, Mets. We zijn weer terug. Hey, en wat een leeg plank, hè? Ja, weet je wat dat betekent? Zou dat misschien iets kunnen zeggen over deze challenge? Dat kan niet zeggen over de challenge. Wij zijn de laatste tijd challenge goden. Om het zeg maar zelf te zeggen. Challenge goden tegenwoordig. En de challenge van vandaag. Alleen beginners items. Dus stel je speelt Phasmophobia voor het eerst. Is dit wat je krijgt. Behalve deze twee zaklampen. Dit zijn strong flashlights. Maar die, ja. We mogen alleen de strong flashlights. Daar heb je verder geen voordeel aan. Het enige is dat jullie dan ook beter kunnen kijken. Het kijkt gewoon chiller. Dus dat is top. Jan Stevens. Oh, Jan god. Stevens. Jan, ik heb een trauma aan Jan. De mensen die op Twitch zitten te kijken, die weten dat. Ja. Ja, is Jan een nare man? Jan. Ja, Jan is echt een nare een Nederlandse guy. De vorige keer was het een demon. Die had me bijna vermoord op de wc. Maar ik was de wc-god en ik was ontsnapt. Oh, dat was dat. Dat de hunt stopte op het moment dat die andere deur open deed. Ja, ja, Jan. Ja. Oh god. Ik ga dood. Hij ziet me. Ik hoor het. Nee! Nou, hopelijk is het niet weer Jan de Demon, maar Jan, we komen voor je. Motion sensor, Serity 25%, Ghost of Lowered Candle. Gast, die Serity below 25% is lastig, hè, want we hebben dus geen Serity pills. Nee, dus het gaat allemaal vanzelf. Hey, iemand in de chat zegt net, die UV-light mag toch ook niet, maar... Jawel. Die zit er wel bij, dacht ik. Ja, UV-light zeker wel. Zo, stel zeer Jan is vandaag een dikke slagerman, dat zou echt... Dubbel op. Dan klopt het plaatje. Jan de dikke slagerman. Oké, daar is maar even stopplek, dat weten we. Ik hoop stiekem vandaag ook nog wel even op een tarot card. Voodoo pop. Ik heb een foto gemaakt van de voodoo pop. Stop. Ik hoef dat niet meer te doen. Iemand zegt, ik denk dat Steve doodgaat en ik weet niet waarom. Nou, ik denk niet dat ik doodga. En ik weet wel waarom, omdat ik kapot goed ben. Zieke pro's. Je hebt toch door dat wij gewoon zieke pro's zijn nu. Smudge sticks, alles gaat helemaal goed. We hebben niks nodig. Oh ja, we hebben ook geen smudge sticks meer natuurlijk nu. Nee man. Oké, hier is geen... Waar, heb jij al een verstopplek gezien? Ik hoorde jou over een verstopplek praten. Ja, in de woonkamer. Ah, kijk aan. Oh god, ik denk dat die boven zit man. Ik vind boven in dit huis zo kut. Ik zet even wat licht uit beneden en dan kunnen we boven wat aanzetten. Dat is een heel goed idee, Sasha. Aha! Mooie onderkaak. Kijk aan. Kaakschaats, Jan Kaakschaats. Steve, hij speelt op de piano. Ik kom eraan. Nummer 2 Twitch-kanaal van Nederland, dat is wel heel lijp. Hoor je dat? We gaan voor die nummer 1 plek natuurlijk. Maar we hebben het net begonnen. Pianootje? Ja. Ja. Dat telt niet als een interaction blijkbaar. Dat is interessant. Oké, dan zit hij waarschijnlijk hier. Ik ga even wat... Huh? Is het een hunt of niet? Hunt? Oh nee. Huh? Wat raakt hij aan dan? Oh, hier met 5. Lichtknop misschien? Nee, dan ben je bakkers ervoor. Oh. Maar wel een interaction, je staat er wel mooi op. Kijk maar. Oh, bij mij sta ik er niet op. Oh, oké. Oh, ik heb ook echt alles nog vast. Triest. Oké. Maakt niet uit. IMF 5. Ja, ik vind hem redelijk rustig. Vooralsnog. Maar we gaan even kijken. Steven de streaming god, nummer 2 god, alles god. Twee mensen op de foto staan. Wijkagent Braam, thanks for the shit. Ik heb die computer aangezet. Ja, we kunnen ook niet even checken of hij hier zit qua... Nou, deurtje. Oh, dots. Dots? Ja, meteen. Gewoon instant dots. Ik heb nog een interaction hier. Oké, okay, dots projector. Dan kan het al geen ghostwriting meer zijn volgens mij, maar... Kijk. Only go your way to write you. Huh? Maak een foto van hem. Waar is... Nee, we hebben geen freezing temperature meter, want die behoort niet tot standaard items. Helaas. Damn. Dots. Yo, ik heb alles, man. Ja, we hebben de dots. Je hebt alles. Nou, chill. Nou, dit was alles al.
Hebben we de spirit box? Is dat geen... Ja, die heb ik mee, die heb ik mee. Where are you? What is your name? How old are you? Ik ga dood. Ik heb gehoord dat je kan verstoppen achter die voodoo of achter die pop. Of hier, ik ga gewoon hier zitten. Kut, sorry, ik was helemaal aan de verkeerde kant. Als ik dit overleef is echt een wonder. Kom op. Please, loop naar Sasha toe. Oh mijn god. Yo. Zo, ik heb zoveel mazzel. Ja. Ja, ik liep naar de garage en er was geen verstopplek, maar... Ik was aan de verkeerde kant. De verkeerde kant. Shit. Ja, aan het einde had hij mij volgens mij nog bijna. Hey, wacht, hoorde je hartslag? Even snel zeggen. Maar kijken. Ik hoorde hem helemaal niet. Nee, het klonk wel stil inderdaad. Hij maakte helemaal geen geluid. Nou, het is niet heel erg early hunt, maar ook niet heel laat. Maar het kan al geen mining meer boven zijn. Boven 50%. Geen sanity pills, dat is wel echt pittig hoor. Ja man, daarom. Maar de sanity is nog redelijk hoog. We kunnen hem heel snel omlaag doen. Even het licht uitdoen en dan als jij spearbox doet. Ja, is goed. Even kijken. Dat is oh. Are you here? Ik ga even weg. Where are you? Are you close? Kijk, are you here? Geen freezing are temps. Are you here? Geen ghost riding dan denk ik. Are you close? What is your name? Is heaven real? Are you here? Het is ook geen Goryeo trouwens, want hij liep in het echt door de dots. Wraith, right. Nee, geen spirit box. Nee, dus het is een Oni, Wraith of een... Oh! Volgens mij zat ik net op tijd achter het dingetje. Ik denk ook dat het een Raichu is. Heel dichtbij. Alright. Yo. Hey, heel veel mensen in de chat. In de chat, alleen een Raichu kan early hunten. Ja, dat las ik ook in mijn chat inderdaad. Wat zou het dan? Dan moeten we Ghost Orb zien. Nou ja, dat kunnen we nog even goed checken. Hebben we daar nog een andere verstopplek? Ja, boven. Boven, ja. Waar heb ik die camera neergezet? Ja. Yeah. Raakt weer deuren aan. Kun jij die dodge projector uitzetten? Huh? Oh mijn god! Waar is die? Ja, dat had ik donder op kunnen zeggen. Oh mijn god, Sasha is dood. Nee. Shit jongen, Sasha is dood. Oh, het is dat hij Sasha heeft gepakt, anders had hij volgens mij 100% bijgepakt. Oké, rip Sasha, man. maar waarom is het nou weer geen dots? Wat is er vandaag met ons aan de hand met het evidence verzamelen? Waarom lukt dat niet? Ja, Goryeo kan niet. Het moet wel een Raichu zijn. Hebben we al die andere dingen gedaan? Nee. Oh, die average sanity moeten we nog... Motion sensor kan niet. Candle kan ook niet, want we hebben geen aansteker. Die sanity kunnen we wel nog proberen. Oké, ik ga wel gewoon even in mijn eentje dan checken voor ghost orbs en... Oh shit, ik ben bang. Ik ga in mijn eentje checken voor ghost orbs. Het moet... Oh! Wauw, letterlijk hier Ghost Orb. Oh, kut. Alsjeblieft. Laat me alsjeblieft dit overleven. Ik zag wel meteen een Ghost Orb nu. Ja, chat, jullie hadden gelijk, man. Het is een Raichu inderdaad. Zo, goed spul op de grond. Ja, ik ga dit proberen te doen voor jullie. I'm gonna try to win this. Oké.
Ja, de setting is ook gelukt. Oké, nice! Dit is een perfect game, voor zover je een perfect game kan krijgen met basic items. Ghost Evidence en Raichu geselecteerd en we gaan! Nou ja, beter dan dit konden we het momenteel niet doen met de begin item challenge. Behalve het feit dat Sasha natuurlijk dood is gegaan. Want hier zit Stefan, de overleefgod. En de Raichu, yes! Ja, let's toch get een applausje waard. Zo, hey, de challenge ging goed, man. Ja, man. Ja, tenminste, voor mij. Ik ben dood, maar nee, hij ging wel. Gewoon prima steady.